Een hele goede middag. Ik heb weer een nieuwe video. En deze video gaat over een goede vriend die ik voor je mag leken. En die zie ik morgen weer. Echt heel tof. Ik ben zo lang nog. Welkom bij extra video. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time. Cause that is what you came here for. Goed, mensen. In ieder geval, ik zie je morgen een goede vriend weer en diegene komt morgen om 11:30 bij me thuis. Dan gaan we wat drinken ergens, ik denk bij de Haarkam, bij de buurt, bij het winkelcentrum ergens. En ja, dat ga ik doen morgen en daar heb ik heel veel zin in, echt, moet heel erg eerlijk zijn. En dat vind ik echt heel tof, dat hij weer komt. Dus ze denken van god, we kennen hem toch van, ik ken hem heel vroeger. En vroeger was hij van de thuis, hulpcentrale. Ja, toen leerde ik hem kennen, dat hij vriend van de familie geworden. Uiteindelijk, en toen is hij daar blijven plakken. En heel lang blijven plakken, dat hij kinderarts zou worden. En nu werkt hij in het Maximum Ziekenhuis in Utrecht. Daarnaast, het UMC werkt hij nu. En ja, ik heb een natuurlijk ook oncoloog. Dus ja, ik vind het echt heel tof om hem weer te zien. En ja, het is echt heel erg dat ik hem gezien heb. Dus nadenken hoe lang ik hem gezien heb, joh. Ik moet even nadenken. Ik woonde nog bij mijn moeder thuis, joh, volgens mij. In die tijd. De laatste keer heb ik hem gezien. Dus ja, het is best wel heel erg tof om met hem weer te meeten. En te doen, dus ja, dat is gewoon een meetingje, een meeter, en meteen ben ik een meeter zo lang geleden, dacht mijn moeder en ik, van ja, en mijn moeder dacht dat verhaal van goh, het is ook niet lekker om die wat te doen, weg is de naam, noem ik niet, weg is de privacy, noem ik de naam niet, dus ja, nou dus. Voor de rest is het gewoon lekker, chillen met hem en met mijn moeder. Wat drinken, wat eten, wij natuurlijk bij haar kan. Dus ja, dat ga ik doen morgen en morgenmiddag. Dus ja, dan ben ik heel benieuwd hoe die is veranderd. Dus ja, vond je die video leuk? Dan zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Dan zeker het belletje aan te klikken. Dan krijg je een melding op je YouTube. Wanneer een nieuwe video, een nieuwe video komt op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, nou, tot de volgende.